Ik heb voor het boek de Da Vinci-code gekozen. De schrijver is Dan Brown en de uitgever is De Luiting. Ik heb voor dit boek gekozen omdat mijn opa zei dat ik dit moest lezen. Dus ik heb het gelezen. Ik heb het inmiddels ook weer teruggegeven. Het boek begint dat Jacques Chenieren doodgaat. Jacques Chenieren is de wachter, de laatste wachter van Priorij van Sion. Jacques Chenieren heeft een code achtergelaten. Robert Langdon wordt op de zaak gezet met Sophie Neveu. Zij gaan op zoek naar de oplossing van die code. Het is een lange zoektocht. Robert Langdon en Sophie Neveu worden achterna gezeten door de politie. Inspecteur Fasché. Het is heel spannend. In het begin was het saai. Maar daarna werd het wel spannend. Ik vond het wel lastig om aan die woorden te wennen. Het was saai omdat ik er moeilijk in moest komen. En het was spannend omdat er veel achtervolgingen in zaten. Het grappigste stukje van het boek is dat de baas van de bank van Zurich Sophie Neveu en Robert Langdon hielp om langs de bewakers te komen. Ik heb geleerd van dit verhaal dat ik veel meer van dit soort boeken kan lezen die heel lang duren. Ik vond het grappig, ik keek de film en dat duurde veel korter dan dat ik het boek al aan het lezen was. Het grappige was dat ik naar de film keek en het stukje keek dat duurde maar een half uur en in het boek deed ik daar een half jaar over. Dit was mijn boekbespreking over de Da Vinci Code. Hopelijk vind je het leuk. Yeah!